fuck? Hoeveel vakantiedagen en vrije dagen heb ik? Eigenlijk is het allebei hetzelfde. Vakantiedagen, vrije dagen, het valt allemaal onder dezelfde noemer. Wettelijk heb je er 20. Als je fulltime werkt. Als je parttime werkt, dan is dat naar rato. En daarnaast heb je ook nog bovenwettelijke vakantiedagen. Maar die zijn bijvoorbeeld weer vastgelegd in een cao of in arbeidsreglementen van je bedrijf. Ja, daarin is ook vastgesteld welke je dan weer mag meenemen naar volgend jaar. Sommige werkgevers die hebben ook verplichte vrije dagen of vakantiedagen. Bijvoorbeeld op donderdag is hemelvaartdag. Dan heb je die vrijdag kunnen werkgevers zeggen van goh, die moet je verplicht vrij nemen. Maar dan gaat het wel af van je vrije dagen. Ja. Balen. Ja, dat is lullen. Je moet je vakantiedagen natuurlijk ook altijd aanvragen. Die kan dan goedgekeurd worden of afgekeurd worden. Bij mij is hij bijvoorbeeld een keer afgekeurd, helaas. Toen wilde ik lekker naar Lowlands, maar helaas wilde het hele team dat. Dus helaas geen Lowlands voor mij dit jaar. Ik heb hem dus wel gekregen. Oh, nou. Check hier nog meer afleveringen van What the Fuck of drop jouw vraag in de comments.